Ik heb vandaag mijn wandelschoenen aangetrokken. En dat is niet zomaar, want ik ga namelijk een van de mooiste wandelroutes van Nederland bewandelen. Namelijk het Doesburger Molenpad ten noorden van Ede. Ik ga het niet alleen doen, gelukkig, want het is 8 kilometer lang. Ik doe het samen met Geert Buts. En ik ben heel benieuwd wat ik allemaal tegenkom op deze mooie wandeling. Op naar het avontuur. Geert, we hebben vandaag de uitdaging om het Doesburger Molenpad te bewandelen. 8 kilometer. En we beginnen hier, bij dit landhuis. Kunnen we daar wat meer over vertellen? Dit is huis Kennen. Een hele oude plek hier. Er heeft vroeger een kasteel gestaan. Dit huis wat hier staat is van 1780 zo'n beetje. Het is van de gemeente Ede. Het is een landgoed zoals het er nu zit. Met een stuk bos erbij. Een heel stuk buitengebied erbij. En die gaan we ook laten zien. Ja, leuk. Ja. Nou, dan beginnen we. Zo, Geert. Kijk, we lopen goed. Ja, we lopen nog steeds op het klompenpad. Had je getwijfeld aan mij dan? Ja, je moet natuurlijk wel even gefocust blijven. Ja. Maar waarom heet dit dan het klompenpad? Klompenpaden zijn paden die door het boerenland gaan. Op achter de boerderijen langs, op plekken waar je normaal niet komt. Niet de natuur, maar echt de boer. En daarom hebben ze het klompenpad genoemd. Mooi, hè? De molen. Ja. Daar kwamen we voor, toch? Ja, de graanmolen. Die staat hier midden op de Doesburger Eng. Ze zeggen tot het de oudste molen van Nederland is. Maar dat zeggen ze van heel veel molens. Maar hoe oud is die? Weet je dat precies? 1680. 1625? Zou ook kunnen. Ja? Ja, misschien heb je het beter gezien. Ja, ik heb me een beetje ingelezen. Heb je ingelezen? Ik heb een beetje ingelezen natuurlijk. Dus dat schaadt op een balk onderin. Ja, ja. Maar of de rest van de molen zo uit is, weet ik niet. Maar hij doet het nog steeds dus. Hij waait, prachtig. Ja, dat wordt nog gebruikt ook. Ja? Ja, je kunt pannenkoekenmeel ervan kopen als je wilt. Kijk nou toch, dat is toch wat? Leuk, mag hè? Ik even rondkijken? Wat enig! Mooi. Kaasjes, nootjes. Ja, en wat je hier ziet zijn vooral streekproducten. Ja? Die verkocht worden in een streekwinkel ook. Sapjes uit de buurt, kazen gemaakt in de buurt hier. Advocaat die de eigenares zelf gemaakt heeft. En natuurlijk het van jou zo lang verwachte bier. Nou, dan gaan we lekker gaan doorlopen. Heen. Kom op! Kijk eens. Dank u, dank u. Een mooi glas erbij. Hatsa. Dat was een mooie wandeling. Dankjewel, Geert. Veel moois gezien vandaag. Kom nog een keer lang. Nou ja, ik kom hier wel voor terug. Ik kan hier wel aan wennen. Dat is goed. Doen we.